dat niet doen. Dat betekent dat je echt nooit alleen het nieuwe Songfestivalnummer van Nederland is. Ik ben heel vereerd door het verzoek. Ik vind het Songfestival toch altijd nog steeds een soort nationale gebeurtenis. En ik vind het wel een uitdaging om te kijken of we er een beetje een nieuwe impuls aan kunnen geven. Want het is wel een beetje verslond de laatste jaren. Ik zou het niet prettig vinden als ik als een messias word gezien. Want ik vind verre van dat. Ik heb er geen slapeloze nachten van. Ik voel wel een druk, maar dat kan geen kwaad. Are you ready for a brand new start? De Tros organiseert vanaf 2009 het Nationaal Songfestival. Elk jaar komt de grootste familie van Nederland met een andere aanpak. Maar dat lukt de winnaar maar niet om hoge ogen te gooien op het Eurovisie Songfestival. Vorige maand werd bekend dat de opzet ook dit jaar weer veranderd is. Voor deze editie kan iedereen met een goed liedje of een perfecte act zich aanmelden. Hoewel John niets met deze verandering te maken heeft, kan hij zich er wel in vinden. Er is maar één groot doel. Ons landje moet terug in de Eurovisie finale. Te meer omdat we de afgelopen jaren natuurlijk het heel slecht gedaan hebben. En ik nu toch echt ontzettend hoop dat we op de een of andere manier een antwoord vinden hoe we in het wirwar van de Europese landen een act kunnen afvaardigen die het in ieder geval een ronde verder schopt. Het is denk ik ook een teken dat de Tros er een impuls aan wil geven door er ook iets meer budget voor uit te trekken, waardoor we het gewoon mooier kunnen maken. Hoe de avond er precies uit gaat zien, weet hij nog niet. Maar ideeën heeft de producenten over. Ik denk dat in ieder geval een van de veranderingen zou moeten zijn dat we niet meer met één act 10 liedjes gaan doen. Maar dat we met 10 acts 10 liedjes gaan doen. Dat iedereen zijn eigen liedje doet met zijn eigen stijl. Ik denk dat ik eens ga bestuderen wie de afgelopen 5-6 jaar gewonnen hebben. En ook eens heel goed gaan bestuderen wie er allemaal niet gewonnen hebben. En proberen om daar een lijn in te ontdekken. Ik zie het Songfestival toch een beetje als het Nederlands elftal in voetbaltermen. Dat het toch een soort eervolle opdracht is om je land te vertegenwoordigen. En ik hoop dat er mensen die nog twijfelen nu over de streep getrokken worden om zich toch aan te melden om mee te doen. In januari wordt het Nationaal Songfestival uitgezonden. Aanmelden kan nog tot oktober.